Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Kiano Bukke. Ik ben Kiano. Wij zijn hier met een video. En gisteren heb ik jullie gezegd dat wij gingen leren over keelpijn. Dat heb ik hier bij mij. Dat zien jullie hier. Dus als je, we gaan voor 30.000 likes. Zeker abonneren voor 40.000 abonnees. En we gaan beginnen met de video. We gaan het eerste filmpje kijken. En dat gaat over keelpijn. Over een keelontsteking. Dus kijk maar leuk mee. Even mijn geluid. Iedereen heeft wel eens keelpijn. Soms heb je alleen een vervelend gevoel, maar het kan ook zijn dat je moeite hebt met slikken of praten. Iedereen heeft wel eens keelpijn. Soms heb je alleen een vervelend gevoel, maar het kan ook zijn dat je moeite hebt met slikken of praten. Keelpijn gaat vaak samen met verkoudheid en koorts. Bij een ontsteking ziet je keel achterin meestal rood. Vaak zijn witachtige plekken of dik wit slijm te zien en de halsklieren kunnen opgezet en gevoelig zijn. Een ontsteking is een veel voorkomende oorzaak, maar keelpijn kan ook ontstaan door overbelasting van de keel. Roken, een rokerige omgeving, veel praten of schreeuwen vormen een belasting voor de keel en veroorzaken irritatie. Hoewel keelpijn vaak hinderlijk is, gaat het meestal binnen een week vanzelf over. Als gevolg van voortdurende belasting door roken, schreeuwen of veel praten, kan keelpijn langer duren. Je kunt zelf een aantal maatregelen nemen die keelpijn tegengaan. Koud drinken of zuigen op een dropje kan de pijn verlichten. Speciale zuigtabletten zijn niet nodig. Drop werkt net zo goed. Gorgelen met kamillethee of zout water ontsmet de keel en verzacht de pijn. Je krijgt een juiste zoutoplossing als je in een glas warm water 1 theelepeltje zout oplost. Neem voldoende rust, zeker als je koorts hebt en je niet lekker voelt. Gebruik zo min mogelijk je stem. Als de pijn erg hinderlijk is, kan je bij de drogist of apotheek pijnstillers krijgen. Neem contact op met de huisarts als je na 3 dagen nog steeds koorts hebt of als de keelpijn langer dan 7 dagen aanhoudt. En als de keelpijn samengaat met huiduitslag in je gezicht en op je romp. Bij kinderen is het nodig dat je direct contact opneemt met de huisarts als het kind het benauwd heeft en een erg zieke indruk maakt of als het kind speeksel niet kan wegslikken. Dat was het filmpje. Het eerste filmpje, dat was het. Wacht hoor. Dat was eigenlijk het eerste filmpje dat we nu gekeken hebben. We gaan nu het tweede filmpje bekijken. Het tweede filmpje is... bij dat filmpje hebben ze gezegd dat je zout in je water moet. Dat wij zeggen dat je moet brubbelen. Zo brubbelen. Dat zie je ook op het volgende filmpje. Volgende filmpje ga je het ook zien. Dus let's go. Thank you.
Dat was het laatste filmpje dat jullie nu gezien hebben. Maar als jullie nog meer reacties willen, als jullie meer reacties willen van die filmpjes, zet het zeker in reactie. Maar we gaan nog één filmpje kijken en dan is de video uit. Volgend filmpje. Oké, allemaal pijn gelijk. Dat was echt snip, snip verkouden. Ik had echt hoofdpijn, middelpijn, kriebelhoes, alles wat klopt. Nou, noem maar op. En ik hoor nu dat heel veel mensen ook heel erg verkouden zijn. Nou, toen ik ziek was, waren er twee drankjes die mij heel erg geholpen hebben. Tips die ik van anderen heb gekregen. En ja, misschien gaat het jullie nu ook wel helpen als je nu verkouden bent. Dus die drankjes die ga ik even met jullie delen. Dit is een drankje tegen de kriebelhoest. En daar heb je voor nodig 200 ml water, 2 eetlepels suiker en 2 eetlepels honing. Nou, dat water dat heb je net gekookt. En daarin los je 2 eetlepels suiker op. Maakt niet uit welke suiker. Ik heb hier rietsuiker, maar je kan ook kristalsuiker gebruiken. En 2 hele flinke eetlepels honing. Het wordt meer zoet, maar het helpt wel. Dus dat is 1. Nog een flinke lepel. Die overdrijven. Flinke eetlepel erbij. Ja, dat laat je dus oplossen. En je laat het afkoelen en elke keer als je een beetje kriebel in je keel krijgt, dan neem je een slokje. En dat gaat die hoestprikkel gaat dat kalmeren. Want hoe meer je door gaat hoesten, hoe erger het wordt. Dat zal je wel weten. Zo, dat is er 1 tegen de kriebelhoest. En het volgende drankje is goed om bacteriën te doden en je gaat er heel erg lekker van slapen. En als je ziet wat erin gaat, dan snap je wel waarom. Dat is namelijk gemberpoeder, vers gemalen peper en wodka. Dat borrelglaasje, daar doe je vers gemalen peper in. Of gewoon peper uit een strooier als je die hebt staan. Mag best een bodempje zijn. Daar gaat een beetje gemberpoeder bij. Het wordt heel erg sterk. Echt heel sterk, maar wel goed. Zo. Wodka erbij. Het ziet er al een beetje vies uit, maar oké. En dan roer je het heel goed door. En je drinkt het pas op als al die peperkorreltjes aan het zweven zijn. Nou, daar gaat hij. Proost. Het is echt heel erg sterk. Maar je gaat er wel echt lekker van slapen. Het is echt dat je denkt, oh man, wat heftig. Maar het heeft mij echt geholpen. Ik heb deze tip van iemand anders gekregen. En verder, ja, moet je gewoon heel veel water drinken. Drink kamillethee, dat verzacht ook een beetje voor je keel. En dan wens ik je heel veel beterschap. Succes. Het is sterk. Oké, dat was het laatste filmpje. Dus als jullie deze video leuk vonden, als jullie meer willen video's willen zien, of als jullie meer reacties willen zien, dus jullie hebben kippen, dan moet jullie maar zeggen tegen mij, ik ga het voor oplossen. Jullie geen kippen meer hebben, oké? Dus vind je een leuke video, deel een like. Heel baatje, dan krijg je al nieuwe video's. Dus doei!